Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Got to do my best to please her just cause she's a living doll. Got a roving eye and that is why she satisfies my soul. Got the one and only walking, talking, living doll. Take a look at her hair, it's real, and if you don't believe what I say, just feel. Gonna lock her up in a trunk so no big hunk can steal her away from me. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Got to do my best to please her just cause she's a living doll. Got a roving eye and that is why she satisfies my soul. Got the one and only walking, talking, living doll. Just feel. Lock her up in a trunk so no big hunk can steal her away from me. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Got to do my best to please her just cause she's a living doll. Got a roving eye and that is why she satisfies my soul. Got the one and only walking, talking, living doll.
lopen hier veel rare mensen, dat heb ik wel gezien. Maar ik wil gewoon mijn aardappelen eten. Ik moet van al dat vreemde niet weten. Ik hou het vreemde buiten de deur, want ik ken alleen mijn eigen kleur. Conclusie en moraal, alleen de blauwe zijn normaal. Thank you.
Helemaal voor jullie rechts staat Isabella Nizet, kunstenares, beeldend kunstenares, werkt vooral in brons. Daarnaast staat Rietje Geurt, ook kunstenares, beeldend kunstenares, werkt ook vooral in brons. En dan staat daarnaast als enige heer in dit gezelschap de galeriehouder Karl-Heinz Berwald, hier uit Maastricht van de galerie. En zij hebben de lastige taak op zich genomen om een beeld te kiezen. De derde prijs. Was het een beeld dat in compositie... Wacht, knip eens beleefd. Nee, in compositie prachtig was en ook levensecht. En een dergelijke kapelaan zou in Rome niet meer staan. Dankjewel. De oorkonde met eraan de prijs. Van harte proficiat. Dankjewel. En dan gaan wij door met de tweede prijs. En ondanks dat hij chagrijnig was, bracht hij een lach op het gezicht. De chagrijnig. Het publiek was het wel eens over welk beeld. Ik denk dat hij nu echt vrolijk wordt. Dat was namelijk de chagrijnige band. Dus ook die nog voor jou. Alsjeblieft. Maar dan. Niet de prijs van de vakjury. De eerste prijs van de vakjury. Een creatie werd het genoemd. Niet eens meer een beeld. En er werd gesproken over kunstzinnigheid. Er is veel werk aan besteed en het was moeilijk om te onderscheiden wat nou echt was en wat misschien wat minder echt was. En tegelijkertijd was het ook een statisch, echt statisch levensstandbeeld. Hij torende overal bovenuit. I would be! Gefeliciteerd! Wacht, hoe? De Limburgs kampioen van dit jaar, de winnaars staan hier op een rij.